kijken, dit ben ik. Goedemorgen, we zijn vandaag zondag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb niet echt iets gepland voor vandaag. Maar ik wil gewoon mijn huis verder op orde zetten. Ik wil ook mijn financiën in orde doen. Ik wil het hier lekker warm hebben. Een beetje mijn week ook gepland gekregen. En voor de rest ook wat zondagse dingen, zoals Sims spelen. Pokémon spelen en misschien beginnen aan een nieuwe puzzel. Met wat kerstmuziek op de achtergrond ben ik al mijn bonnetjes aan het steken in een Excelletje. Omdat ik heel graag wil weten wat ik waar heb verbruikt dat geld. En hoeveel dat deze reis mij eigenlijk in totaal heeft gekost. Ik vind dat namelijk wel handig om te weten hoeveel, hoeveel dat ik eigenlijk heb uitgegeven aan deze reis. En ik heb ook zo per stad en algemeen. Zodat ik weet ook hoeveel dat ik uitgegeven heb in Berlijn, hoeveel dat ik uitgegeven heb in Wenen, hoeveel dat ik uitgegeven heb in Rome. Ik heb nog mijn welkomstdrink van het Patio Hotel. Hostel. Oeps. Ik heb trouwens nog wat Tsjechisch geld over. De Tsjechische kronen. Net... Mijn muis. Mijn muis, de verbinding is verbroken. Oké, dat was even niet... Ja, oké, dat is rij. Ik wou dus zeggen dat ik nu een klachtenformulier ga indienen voor mijn Tello. Mijn Tello reed namelijk niet door de staking. En daardoor was het met een bus. Maar ja, ik heb natuurlijk niet zoveel geld betaald voor een bus. Want ja, het was 45 euro. Ja, gewoon... Om te kunnen slapen in de trein. In de bus heb je zelfs comfort niet. En daarnaast ga ik ook een klacht indienen over het feit dat die later was in Parijs dan verwacht. Dus dat gaan we nu doen. Hopelijk lukt dat een beetje. Naast mijn klacht bij Tello heb ik ook een mailtje gestuurd naar Interrail. Omdat ik gewoon nog 3 dagen over heb op mijn Interrail pas. En dat dat nogal heel erg stom is. Hij zou zeggen, we gaan gewoon opnieuw op reis. Wel, dat kan niet. Want met je Interrail pas kan je maar 1 dag gebruiken om buiten je eigen land te gaan. En 1 dag om binnen je eigen land te komen. En die heb ik dus al gebruikt. Nu ga ik mijn Luminous factuur betalen. Nee, eigenlijk liever niet, maar ja. Het zal wel moeten. Mijn kasten gehouden. Dit is het bakkastgedeelte. Met bloem, suiker, hagelslag, zo van die dingen. Daar sausjes, nootjes, rijstwafels, ontbijtdingen en rijst. En dan hier pasta, bakdingetjes en vloeistoffen zoals azijn, soja, maar ook oliën. En hier kaaschokkerus. Tadaa! Olijfolie staat gewoon altijd op de aanrecht, omdat ik dat kun je niet vaak gebruik. Ik heb net deels mijn week gepland in de structuur junkie planner van Cynthia. Ik dus probeer ik een Pokémon te vangen, want het is vandaag het Pokémon Go Community Weekend. Dus alle Pokémons die in de vorige Pokémon in de Community Days zijn verschenen. Dus dat is 1 Pokémon die dan kun je veel spant. En het Community Day Weekend, nu dit weekend, komen al die Pokémons tevoorschijn. Dus die spannen allemaal heel erg veel. We hebben ook heel wat verschillende
bonussen daardoor. En ook zo de starter Pokémons van de verschillende regions komen nu ook heel veel voor. Terwijl dat die anders heel moeilijk te vinden zijn. Zeker zo... Charmander, Squirtle en Bulbasaur. Omdat dat er gewoon zijn die echt heel in het begin van Pokémon Go heel veel voorkwamen. En nu dus heel veel minder. En als je die community days gemist hebt, dan heb je ze gewoon niet. Of als je later bent begonnen spelen, dan heb je ze ook niet. En nu ga ik iets heel kerstigs doen, namelijk een cadeautje inpakken. Ik ga het niet laten zien, want de kans dat deze persoon die vlog, deze vlog te zien krijgt, is wel... gewoon bestaand. Dus dat gaan we niet doen. En ik had vorig jaar zo deze gift, deze cadeaupapier set gekocht bij IKEA. Dus die kan ik nu gaan gebruiken. Maar welk papiertje? Dit was echt veel te veel moeite. Ik heb echt een heel stuk papier verpest. Maar hij bleef gewoon scheuren. Maar nu is hij klaar. Voordat de zon helemaal onder is, ga ik toch nog eventjes naar buiten. Het is vooral Pokémon die mij vandaag buiten krijgt. Maar ja, zoveel te beter. Voordat de community ten einde is. Wauw, het is hier heel licht. Net zo 10 minuutjes of zo in standaard boekhandel rondgewandeld. Gewoon omdat ik gratis in de boekhandel. Ik wil weten welke nieuwe boeken dat er waren. Lading butternut soep. Deze tas is voor morgen en de rest zit in bokaaltjes. En daarnaast heb ik pompoensoep op mijn trui gemorst. Gelukkig moest hij toch in de was vanavond. Ja. Het is tijd om mij klaar te maken, want morgen doe ik terug mee met het 5 uur avontuur van structuurjunkie. Dat betekent dat ik volgende week de hele week ga opstaan om 5 uur. Ik kan wel al voorspellen dat donderdag extra lastig zal zijn. Want woensdagavond heb ik een nieuwjaarsdrink. Een nieuwjaarsetentje met de collega's. Dus dat wordt lastig. Hey, blijkbaar heeft Sanneke mij getekend op TikTok. Dus ik ga even haar filmpje zoeken. En dan kan ik een live reactie erop doen. Kijk, dit ben ik. Het is naar Bonnie aan het kijken. Ik was nog één iets helemaal vergeten, namelijk dat ik gisteren mijn kaars heb opgemaakt. Dat betekent dat vandaag tijd is voor een nieuwe. En waar heb ik mijn kaars dus alweer gelaten? Hier in deze doos. Ik kan oftewel een nieuwe Apple IKEA kaars beginnen. Ik heb daar blijkbaar een hele voorraad van. Oftewel deze Frosted Pear kaars. Ja, het is meer zo'n badkamerkaart. Dit. En
grappig hoe ik daar nog reuk met mijn verkoudheid. Ik denk dat ik zal gaan voor Sweet Apple van Yankee Candle. Maar ik heb niet echt super grote kerstgeuren. Er zijn redelijk veel karakters in mijn boek, grote kleine leus, dus ik ben stamboompjes beginnen maken. Ed en Madeleine hebben samen een dochter, Chloe. Madeleine en Nathan hebben samen Abigail. En Nathan en Bonnie hebben ook een kind, maar ik weet niet hoe dat noemt. Celeste en Perry hebben een tweeling, waarvan ik de naam niet weet. En Jane, een onbekende man, hebben Ziggy. En dan zijn er nog karakters, maar ik ga die later aanvullen. Momenteel is het 9 uur geworden, dus ik ga beginnen met slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor de eerste dag in mijn 5 uur avontuur. Tot morgen. Een kwartiertje te laat, maar het is oké.